Maar het thema was collaborate to innovate. En waarom was dat zo? Wij denken dat er ook gebleken is in de conferentie. Wij denken dat samenwerken een grote oplossing is voor de grote vraagstukken waar we mee zitten momenteel. Die we in drie domeinen kunnen zetten. Dus aan de ene kant is het de hoge prijs van geneesmiddelen, de betaalbaarheid van geneesmiddelen. De tweede die ging eigenlijk over het gebruik van technologie in ons hele zorgproces. En de derde die ging dan over de hele organisatie van het healthcare provider of het hospitaalnetwerk. En daar denken wij dat samenwerken eigenlijk de enige manier is om eruit te komen. Met internationale sprekers, dus het gaat hem niet alleen over tendensen in België, maar ook internationaal, Europees, mondiaal. Een hele leuke opsteker. Innovatie, inzetten op innovatie is natuurlijk nodig. Als we blijven werken nu zoals we altijd gewerkt hebben, dat model is eigenlijk niet meer bruikbaar. En daar moeten we de moed hebben om nu een nieuw model met meer samenwerking tussen alle actoren, maar ook internationaal op te zetten. En daar zetten wij op in. What is my takeaway message for this audience? That science is advancing faster than the system around it. By science we mean our ability to understand disease, to design new therapies. But that doesn't happen in a vacuum. We need a parallel track for innovation of the ecosystem in which this all happens. And for that ecosystem, collaboration is key. De meerwaarde van samenwerken op het vernieuwen van de gezondheidszorg. Eigenlijk, van waar moeten we met de gezondheidszorg naartoe en wat zijn de trends die daarin aan het gebeuren zijn, wereldwijd. De purpose, het doel van het systeem moet zijn het behouden en als dat niet kan, creëren van gezondheid. Dat is iets helemaal anders dan zoveel mogelijk zieke mensen behandelen. Ik denk als we als mensen uit de conferentie uitkomen en ze hun problemen niet proberen op te lossen binnen hun eigen box, maar om dat dan te doen, om het na te denken over de heen, over de grenzen van hun eigen box naar anderen toe, dan zijn we al veel verder, denk ik. Als ik één tip mag geven aan het publiek dat hier vandaag was, is blijf gezond en blijf weg uit mijn ziekenhuis en alle ziekenhuizen. Wetende dat de grote meerderheid van de huidige killers van vandaag te maken hebben met leefgewoonten. Slechte gewoonten, slechte voedingsgewoonten, te weinig beweging, te veel roken, te veel in de zon liggen. Die dingen vermijden kost 0 euro. En heeft een hele hoge return on investment, namelijk je blijft gezond. Doodgaan gaan we allemaal, maar probeer zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk te leven.